Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we verder met Diamond Painting December en vandaag maken we kerstornamentjes. Om te beginnen, het kan zijn dat je iets van water wordt lopen op de achtergrond. Ik heb mijn verwarming aangezet. Jongens, het wordt winter, het wordt koud, maar ik heb hem net aangezet. En dan hoor je de eerste periode, hoor je even dat water rondgaan door het huis. Maar ik weet niet of je het op camera hoort, maar ik voel me dan toch weer een soort van verplicht om even uit te leggen dat je dat hoort. Maar we gaan nu kerstornamentjes maken. En we gaan er 5 maken, want we hebben er in totaal 10. Deze 5 gaan we vandaag maken. En ik zal even te kijken naar de kleuren. Zijn dat leuk? 2 wit en 2 rood. Zijn het eigenlijk dezelfde? Vraag ik me dan af. Even kijken hoor. 1, 1. Ja, het zijn letterlijk. Het is alleen wit en rood. En dan deze. Dit is dan een aparte kleur. Maar deze 2 hebben ook gewoon dezelfde code. Dus zijn eigenlijk gewoon precies dezelfde kleuren. We gaan vandaag 5 ornamentjes maken. En volgende keer 5 ornamentjes maken. Per 10 zijn ze 16,95 op de site van DiamondPaintingWereld.nl. Linkje ervan staat in de beschrijving. Vergeet zeker niet dat je de code DPW2020 kan gebruiken tot en met 31 december voor 15% korting op alle artikelen van Diamond Painting Wereld. Dus niet alleen op kerstartikelen, want ja, dat ga je nu niet meer redden voor kerst, maar gewoon alles. Dus mocht je dit jaar nog Diamond Painting spullen willen bestellen, gebruik dan de code DPD2020 op je bestelling. Goed, dan gaan we nu snel beginnen. Ik heb er dus inderdaad 5 uitgekozen, die gaan we maken. Ze hebben geen achterkant, dus in tegenstelling tot de sleutelhangers hebben deze geen achterkant. Deze zijn natuurlijk een beetje bedoeld ook wel om in de boom te hangen. Dus ja, het beweegt verder ook niet. Een sleutelhanger beweegt natuurlijk nog, want dat gaat in je tas, uit je tas, noem maar op. Er zit weer een pennetje, een bakje en een wax bij. Ik zal het even uithalen. Pen, bak, wax en een paar Ziploc zakjes. Ja, hier kan het wel. 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb 5 Ziploc zakjes en we hebben natuurlijk eigenlijk in feite hebben we maar 2 kleuren. Maar we hebben 5 zakjes. Dus dit zou precies goed uitkomen qua Ziploc zakjes. Maar ik maak de zakjes, ik knip ze gewoon open. En als ik klaar ben plak ik even een plakbandje overheen. Want die andere ga ik natuurlijk ook binnenkort weer maken. Ik raad je wel aan. Normaal doe je dit natuurlijk op een veel rustiger tempo dan dat ik het nu doe. Dus normaal gesproken raad ik je echt aan. Doe het gewoon lekker in dat Ziploc zakje. Plak er een stickertje op met het nummer. En op die manier kan je het gewoon makkelijker bewaren. Goed, dan ga ik jullie nu even verplaatsen. En dan gaan we snel beginnen. De eerste 5 kerstornamentjes zijn af. Jullie krijgen dadelijk natuurlijk gewoon nog even betere beelden te zien, maar voor nu, ze zijn af. Volgende keer gaan we die andere 5 maken. Linkje hiervan staat dus in de beschrijving. Ze kosten €16,95 per 10 stuks. En vergeet niet, als je nog in december bestelt, de code DPD2020 te gebruiken voor 15% korting op je bestelling. Geldt dus niet alleen op kerstartikelen, maar gewoon op alles. Tot en met 31 december. Dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar de video van vandaag. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video en dan zeg ik tot dan. Doei doei!